Hallo lieve boogschutter, welkom bij jullie maandreading van mei 2024. Vandaag gaan we kijken wat er in het verschiet ligt voor jullie. Mocht je deze reading op een heel ander moment bekijken dan mei 2024 of april 2024, weet dan dat het tijdloze berichten bevat en dat het altijd mogelijk is dat er dan een boodschap voor jou in zit, mocht je deze reading dan op dat moment zien. Neem het tijdlijntje wat voor jou bestemd is. Laat de rest lekker los. Er blijven collectieve berichten, dus het kan niet met iedereen resoneren. Kijk anders echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. Mocht je niet weten wat dat is, dit kun je door middel van je geboortehoroscoop uitrekenen. Dit zijn allemaal gerelateerde tekens aan jouw geboorte, tijd, dag en plaats. En dan zul jij veel meer resonantie vinden in een van de andere readingen waarschijnlijk. Maar goed, je ziet dat er al kaarten liggen. Deze heb ik vooraf geshuffeld tijdens een voormeditatie. Dus we gaan eens even kijken wat er vandaag naar voren komt voor jullie. We krijgen als eerste Woman Holding a Coin. Dus er houdt een vrouw de munt naar voren. Maar ik zie ook de zwarte kat. Voelt voor mij op spiritueel vlak, vooral omdat er ook heel veel paars is, vanuit liefde nieuwe stabiliteit neer gaan zetten. We krijgen de snake, shed old skin, dus gooi eigenlijk je oude jasje los. Het is nou tijd om die vernieuwing in te gaan, vooral omdat we hier toch ook wel die stabiliteit zien met het spirituele stukje. We hebben de medicine, guardian, be open to healing and healing information, dus sta open voor helende informatie. Hartchakra gevoel krijg ik hier ook wel bij. We hebben het hier over spiritualiteit en we krijgen spiritualiteit in deze kaart. Jouw bewustzijn is enorm verhoogd. Je staat in contact met je innerlijke stem en je bent verbonden met de bron. Heel erg mooi. Ben je die kat, hè? Nou ja, ik heb de kaarten geshuffeld en ze lagen allemaal dicht, dus ik zie ze nu ook pas voor de eerste keer. Dus ik vind het wel bijzonder hoe de kaarten er zo uit vliegen. Nu is het zo dat ik al meerdere readingen vandaag op heb genomen. Voor de sterrenbeeldreadingen. Waarbij duidelijk heel veel bevestigende kaarten keer op keer naar voren kwamen. Waar een stukje hartchakra in voorkwam. Sommige stukken karmische loepen doorbreken. Maar eigenlijk allemaal wel gericht op je eigen ontwikkeling. En die eigen ontwikkeling is op dit moment dus nog belangrijker als dat het eerst al was. Omdat het nu in zicht gaat komen van mensen. En nu je er ook iets mee mag doen. Maar we pakken de tarot erbij. We gaan gelijk even kijken wat erbij komt. We krijgen de keizerin erbij. Nou, heel mooi. De stroming is geactiveerd, de vooruitgang is gekomen doordat je inzicht hebt gekregen wat voor jou belangrijk is. Hoe kun je dingen weergeven, hoe kun je iets neerzetten tussen het aardse en het spirituele, een bepaalde balans vinden. We krijgen de twee van bekers samen met de ridder van zwaarden met onderkant dek de negen van munten. Oké, lieve boogschutter, jullie zitten in een energiestroom waarbij je leert ontvangen vanuit een hogere goed. Waarbij jij jouw yin en yang energie in balans hebt. Maar dat er dus ook een bepaalde drang is voor een snelheid. Dat je misschien iets sneller wil als dat het gaat op dit moment. Terwijl jij al zo ver in je ontwikkeling staat, mocht dit jouw reading zijn natuurlijk. Waarbij jij heel veel al verwezenlijk hebt. We krijgen hier de negen van munten. En dat voelt voor mij eigenlijk altijd een beetje als die pre-keizerinnenkaart. Dus die voorstadium voor de keizerin. Je hebt zelf nog helemaal niet in de gaten waar jij op dit moment staat in jouw zielspad. En dit zorgt er dus ook voor dat er een bepaalde oogpunt of ogen geopend gaan worden. Je zit in een bepaalde stabiliteitsfase, waarbij jij heel hard aan jezelf hebt gewerkt, waarbij jij je patronen hebt weten te doorbreken. Maar je wil sneller, je wil nog iets voor elkaar krijgen. Terwijl de munten eigenlijk aangeven van rustiger aan, zorg voor meer stabiliteit. Hier kun je dus bij elementen soms ook iets over het hoofd gaan zien. Dat je bepaalde uitdagingen aangaat, terwijl je eigenlijk op dat moment dat nog niet hoeft te doen.
Ik pak er nog even een kaartje bij. Onderkant dek hebben we wel de 10 van zwaarden. Oké, mag ik nog een kaartje bij de ridder van zwaarden? Oké. De lovers en de 3 van zwaarden. Komt erbij uit. Oké. Even voelen hoor. Ik krijg meerdere dingen namelijk door. Maar ik wil even intappen op het grootste van de energie. Niet dat ik dadelijk 30 verhaallijnen hieruit ga leggen. Terwijl daar niet de tijd voor is in deze video. Oké. Ondanks dat jij zelf zeg maar in een bepaalde groei en shift bent gekomen, heb je wel een bepaald verlangen om met iemand te connecten. Die connectie voelt voor mij is een vorig leven connectie. Ja, vorig leven connectie die ik krijg ook hier iemand bij aansluiten. Een vorig leven connectie die pijnlijk beëindigd is, maar die zielswond, die hartzeer, neem jij in dit leven nog mee. En daar ben je, de grotendeels is daar niet bewust van. Sommigen zullen daar bewust van zijn dat daar nog iets zit. Dat is een vorige leven pijnstuk. Verdriet uit een vorig leven dus. Wat mag ik hiermee? Oké. Je mag je eigen hiervan ontkoppelen, want dat hoef je in dit leven niet meer met je mee te dragen. Dit kun je in meerdere manieren doen. Dit kun jij door middel van meditatie, dat jij het visualiseert, dat je dus een connectie met iemand had, door welke omstandigheid ook, dat jullie uit elkaar zijn gegaan, dat je verdriet hebt gehad. En dat je dit gaat transmuteren naar het licht. Dat jij de ruimte neemt ook om dit te omarmen vanuit liefde. En dat je dit dan ook loslaat. Als je dit weet, hoe je dit om kunt buigen, dan kun jij hier uitstappen en hoef je je eigen niet meer in dit leven druk te maken om wat er in vorig leven is gebeurd. Maar er is een bepaalde drang, want jij voelt energetisch misschien een verbinding. Er is een bepaalde drang om die connectie weer te verbinden. Nou is het van belang om eerst in een vorig leven stukje dit te ontkoppelen, te transmuteren en de ziel waar je toen mee te maken hebt gehad naar het licht te sturen, zodat je in dit leven eventueel een ziel weer mag ontvangen in de verbinding op romantisch vlak of zakelijk vlak. Vooral omdat we toch ook de aas van munten krijgen. Er gaat een nieuwe kans komen in dit leven op een verbindingsniveau. Dit voelt als een soulmate verbinding. Dit hoeft niet alleen het romantische stuk te zijn. Dit kan ook zijn de liefde voor een kind. De liefde voor je ouders, vrienden, kennissen om je heen. Dus dit kan een pijnstuk zijn waarbij je dus ontkoppeld bent in een vorig leven. Wat je in dit leven nog meeneemt. Nu zien we hier de vruchtbaarheid van de keizerin. Het voelt voor mij dat er binnenkort dus iets nieuws mag gaan komen. Nu weet ik niet bij welke reading dat was. Volgens mij bij de Ram of zo. Er kwam ook er was een hele bijzondere reading. Er kwam een zieltje door die eerder in dit leven is geweest. Of eerder in connectie is geweest met iemand van jullie. Maar die dus wel terug mag komen hier op aarde vanuit liefde. Ik dacht dat dat de Ram was, als ik me niet vergis. Een hele bijzondere reading was dat. Misschien is dat ook wel een reading die bij jou aansluit, mocht dit in jouw systeem komen. Stabiliteit krijg je er weer ruimte voor. Nieuwe mogelijkheden ga je weer omarmen. En dit omdat je de kracht ook hebt om te doorgronden. Je hebt al zoveel in vorige levens ook voor elkaar gekregen. En het is in dit leven dus nu aan jou de schone taak om verder te ontkoppelen. Zuiverheid hoog te houden. Je spirituele ontwikkeling neer te gaan zetten. En het leven te gaan vieren vanuit een next level verbinding. En die verbinding begint in eerste instantie echt bij jouzelf. Hè? Bij het hogere goed, jouw yin-yang energie, jouw balans, union in jezelf. Hoe jij het dan ook wil noemen. En dan krijg je nieuwe kansen en mogelijkheden naar je toe gehaald. Dus er zit van alles in het vat. Het is alleen in welke vorm gaat dit naar jou toe komen. We krijgen de page van bekers op kop. Houdt voor mij dus in dat iets nog niet mag stromen.
dat er ergens nog niet de juiste vertrouwen geactiveerd is dat dit ook nu mag gaan komen. Terwijl als je dit kunt ontkoppelen, dan krijgen we onder de 9 van munten krijgen we de 10 van bekers. Doodkaart of 10 van zwaarden, afwikkeling op het hartenzeerstukje. Dus er kan pas iets afgewikkeld worden, een karmische loop, wat meerdere levens met jou meegedragen is. Dit die je eerst doorbreken, dat is met dit stuk te maken. Dan zul je ook merken van oké, ik kan dit doorbreken en dan pas kan ik naar dat ware geluk toe gaan stappen wat voor mij bestemd is. En als je dat in gaat zien, dan heb ik het idee dat jij de clue van het creëren gaat leren inzien. Vissen energie zie ik hier wel sterk naar voren komen. Shift naar voren. Passie, richting ga je bepalen waar jij naartoe zou willen. Maar ik voel wel dat daar een bepaalde mentale kracht voor nodig is. Omdat je toch weer die 9 van munten erbij krijgt. Onderkant dek ook weer de 10 van zwaarden. Elke keer als jij een bepaalde energie voelt en passie in jezelf, dan wil je ergens misschien voor gaan, maar toch bam, strek je weer een beetje een muur op. En dit kan voor mensen zijn die spiritueel dus het lastig vinden om te connecten op liefdesvlak met iemand of het romantische vlak. Omdat jij jezelf het hoogst haalbare gunt en hier ook mee wil verbinden. En dan is het lastig als je iemand nog niet treft in datzelfde segment. Dan klap je weer dicht. Nu kan het zijn dat er iemand jonger dan jij op je pad gaat komen. Die ja, toch best wel wat vurige energie met zich meebrengt. Denk dan ook aan een ramleeuw of boogschutter. Dus je eigen energie. Maar het kan dus ook de ram of de leeuw zijn. Maar ik zie hier ook wel heel veel zwaarden naar voren komen. Dus dan is het waterman, weegschaal of tweeling. Maar het gaat er mij meer om dat je intuïtief gaat voelen wat voor jou bedoeld is. Oude patronen mag je doorbreken. Dat komt hier duidelijk naar voren. En onderkant van dit dek komt het naar voren. Oude jasje hoef je niet meer mee te nemen. Want in dit leven hoef jij niet met die oude jas van een vorig leven te doen. Want jij mag gewoon je eigen jas bepalen die je aan hebt. En dit is dus ook de bepaalde helende informatie die jij zult ontvangen. Je eigen stabiliteit kun je neerzetten met de kennis van een vorig leven. Hoe je dit in dit leven neer kunt creëren. Het voelt voor mij, mocht je als single aan het kijken zijn, dan kan het zijn dat je voorlopig nog even single bent, omdat dit nou jouw pad eenmaal is om eerst iets te doorgronden en te ontkoppelen uit vorige levens, het uitzuiveren vanuit die tijdlijn. Terwijl ik hier wel een powerkoppeltje krijg in de zin van divine counterpartner. We krijgen de koningin van zwaarden er namelijk bij. Maar ook de paarsje van staven. Onderkant dek krijg ik de 10 van staven erbij. Dus als je maar door blijft gaan en door blijft gaan, zul je met die ballast blijven zitten. En die ballast doel ik hierop. Hè? Wil je vooruitgang, kreeft of vissen energie met de chariot. En wil je die vooruitgang dat er een divine counterpartner ook daadwerkelijk naar je toe gaat komen, is het van belang om iets uit te zuiveren uit een vorig leven. Heb je dat gedaan om de balans in jouw yin-yang energie hoog te houden? Dit te creëren tot union. Want dat voel ik dit als jouw union kaart. Dit driehoekstukje. Passie in jezelf voelen is ook weer een teken dat je passie kunt gaan ontvangen in een next level verbinding. En dan kun je te maken hebben met vissen of kreef, lieve boogschutter. En dat heeft ermee te maken met ook het seksuele aantrekkingskrachtstukje. Maar ook op het spirituele zul je dan een match kunnen zijn. Maar pas op voor bepaalde list en bedrog. Dat het wel iemand is die niet alleen voor de lustig komt, maar ook meer zou willen verbinden. Komt iemand voor de lusten, dan voel ik dat jij het afkapt en dan weet jij een patroon te doorbreken en naar die vernieuwing te gaan. En dan kun je het leven weer next level vieren en kun je gelijkgestemden ook gaan treffen. Maar daarvoor is het wel belangrijk bepaalde knopen door te hakken. Mocht jij dus weer iemand op je pad krijgen waar het alleen maar over
seksuele aantrekkingskracht gaat, terwijl jij juist die spirituele verbinding zou vinden. Dus balans vinden tussen het geven en nemen, weten aan wie je wel energie kunt spenderen en welke niet. Is het spirituele verbinding of is het alleen het seksuele stukje? Gelijkgestemdheid is daar een belangrijk aspect in. En dan zul je merken, ik kan die voltooiing creëren als ik maar dicht bij mezelf blijf, spiritueel invoel wat voor jou belangrijk is, wat de mogelijkheden zijn, in balans blijven met je eigen energie. En dan zul je merken van oké, dit is mijn richting, dit kan ik wel omarmen of dit kan ik niet en wil ik niet omarmen. Ik pak als laatste nog een affirmatiekaartje voor jullie lieve boogschutter. En dan hoop ik dat ik vandaag weer iets over heb mogen brengen voor het collectief wat aansluit bij jouw tijdlijn. Als kaartje krijg ik elke dag word ik meer en meer de persoon die ik wil zijn. Wauw, die vind ik heel mooi. Vooral met die uitzuiveringen, de diepgang, die union die hier ligt. Heel erg mooi, lieve boogschutter. Laat vooral ook een berichtje of een like achter als dit jouw reading is. Kijk anders echt even bij een van je andere tekenen uit je geboortehoroscoop. Dan wens ik je een hele mooie periode toe. En tot de volgende video. Doei doei!